Woont u in de gemeente Albrandswaard en bent u 75 jaar, dan heeft u een brief gekregen van de gemeente. Ze willen graag bij u langskomen om eens te horen hoe het met u is. Om eens te kijken van hoe hangt de vlag erbij in dit huishouden. Hebben ze nog vervoer? Zijn ze mobiel? Kunnen ze weg als ze willen? Weten ze wat voor activiteiten er zijn? Of zitten ze eenzaam in hun huis en moeten ze even over een drempel geholpen worden? Dat kunnen wij dan ook doen. Huisbezoeken worden afgelegd door vrijwilligers die niet op voorhand conclusies mogen trekken. En inderdaad niet let op, ligt er wel stof of is er wel afwas of komt er wel eens iemand op bezoek. En natuurlijk heb je richtlijnen en daar moet je je aan houden. Maar ik vind ook spontane dingen, daar kom je pas achter van wanneer is iemand echt hulpbehoevend. U rijdt nog wel auto? Ik rijd nog auto. Mensen die eenzaam zijn, die komen niet de deur uit en hoe bereik je die mensen? En vooral de verlegenheid, het zelfvertrouwen van die mensen is helemaal weg. En dat stapje, de gemeente moest gewoon iets verzinnen waardoor ze gewoon in contact kunnen komen met die mensen. Dat is moeilijk. Dat is het beginpunt, denk ik. Later dan de vraag is, wat anders is mogelijk buiten huis? En hoe kan je in contact komen met andere mensen om een sociaal op te bouwen? Tot eind oktober zullen 8 vrijwilligers ruim 40 gesprekken voeren. In november staan er 20 huisbezoeken op de agenda. Mensen worden steeds ouder en de gemeentes die willen dat je langer thuis blijft wonen. Dat is allemaal hartstikke prachtig, maar dat moet wel kunnen. En wij helpen om dat mogelijk te maken.